Welkom terug in de studio. Veel vragen voor minister van Welzijn, Wouter Beke. Kritiek vanuit de zorgsector, kritiek van de oppositie ook. Bij ons Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. Goedenavond. Goedenavond. Meneer, u bent de voorzitter van de commissie Welzijn ook in dit parlement. Die zat dinsdag nog samen. En uw partij vroeg dan woensdagochtend al een noodplan om deze crisis aan te pakken. Onder meer het testen van alle bewoners en alle medewerkers in de woonzorgcentra. Ja, absoluut. We hebben inderdaad dinsdag nog een commissie gehad, Welzijn, waar minister Beke een aantal cijfers heeft weergegeven. Een beetje als een boekhouder, zou ik zeggen. Maar eigenlijk weinig nieuwe zaken heeft aangekondigd. Vandaar dat wij vandaag inderdaad gevraagd hebben om aan de Vlaamse regering om een noodplan te lanceren voor de woonzorgcentra, maar onder leiding van minister-president Jan Jambon, omdat wij eigenlijk het vertrouwen in minister Beke zijn verloren. Ja, want daar zegt uw partij inderdaad uitdrukkelijk, Jan Jambon moet daar de leiding in nemen. Dan neemt u het of dan laat u het uit handen nemen van de minister van Welzijn zelf. Kan de minister van Welzijn het niet aan? Nee, ik stel vast dat eigenlijk de crisis is begonnen eind februari, begin maart. En dat we meer dan een maand later nog altijd aan het debatteren zijn over mondmaskers, over het tekort aan medisch materiaal, over het tekort van testkits, over van alles en nog wat tekort, over de communicatie met de woonzorgcentra, over wie we wel of niet gaan testen. Ik denk dat er veel tijd verloren is en dat het tijd wordt dat iemand alles in handen neemt. En daarvoor denken wij dat minister-president Jan Jambon het meest geschikt is. Al was het maar omdat minister Beke inderdaad communiceert als een boekhouder, maar ook onder kritiek komt te liggen van eigenlijk alles en iedereen. En eigenlijk ja, dat ook anderen, zij gaan dat misschien zo niet zeggen, ook anderen het vertrouwen in de minister verloren hebben. Nu, dan krijg je wel een minister van Welzijn die tijdelijk werkloos is. Moet hij misschien gewoon aftreden? Is dat wat uw partij vraagt? Nee, dat vragen wij niet. Er zijn nog genoeg andere zaken in de welzijnssector waar minister Beke zich kan op focussen. Ik denk maar aan de armoede in Vlaanderen, aan de kinderarmoede. Ik denk aan opvang van de gehandicapten. Er zijn allerlei sectoren waar de noden groot zijn en waar de minister van Welzijn nog perfect zijn werk kan doen. Ik verlies niet het vertrouwen in minister Beke als zijnde minister van Welzijn aan volksgezondheid, maar wel om de leidende figuur te zijn wat betreft de woonzorgcentra en andere residentiële opvang. Ja, specifiek in deze kwestie nu ter verdediging worden ook Katrien Schrijvers van CD&V, die natuurlijk haar minister verdedigt, maar zegt er komt nu wel een noodplan. Maar natuurlijk heeft men niet stilgezeten. Hè. De voorbije weken, pak nu wel, vandaag bijvoorbeeld, zijn er 11.000, iets meer dan 11.000 tests onderweg naar die woonzorgcentra. Er is wel iets gebeurd natuurlijk de voorbije weken. Ja, er zijn 11.000 tests onderweg, maar er zijn 807 woonzorgcentra in Vlaanderen. Er zijn 80.000 residenten in die woonzorgcentra, 61.000 personeelsleden en men levert vandaag 11.000 testkits aan enkele woonzorgcentra. Uw partij wil dat deze week nog iedereen getest wordt. Dat zijn 130.000 mensen. Deze week is misschien iets te hoog gegrepen, maar we willen dat op korte termijn inderdaad iedereen getest wordt van het personeel, maar zeker ook van de residenten. Het is pas op die manier dat we weten wat er zich echt afspeelt in die woonzorgcentra. Er spelen zich drama's af in bepaalde woonzorgcentra waar de helft van de residenten besmet is. Ja. Het is een echt probleem geworden. De mensen staan met hun handen in het haar, voelen zich in de steek gelaten, ook door de minister en door het beleid. En vandaar dat wij vinden dat minister-president Jan Jambon het heft moet in de handen nemen. Ja, en dat iedereen testen, daarover horen we natuurlijk de minister die zegt, in een ideale wereld kunnen we iedereen testen, elke dag eigenlijk. Dus ja, tussen droom en daad staan praktische bezwaren in de weg. Het moet ook haalbaar zijn. Hè. De wil is er wel, maar die testen zijn er niet. Of personeel dat voldoende medisch onderlegd is om die testen uit te voeren. Het lijkt gewoon niet haalbaar als je de regering hoort. Had men 3 weken of 4 weken geleden gezegd tegen mij, het is niet haalbaar, dan ging ik zeggen, ja, ik ben met u akkoord. Maar we zijn ondertussen meer dan een maand verder en men zegt nog altijd, het is niet haalbaar. Men moet actie ondernemen. Men moet niet enkel op de kabinetten vergaderingen organiseren, overlegorganen in het leven roepen. Men moet tot actie overgaan op het terrein. En de vraag is er vanuit de sector om zoveel mogelijk mensen te testen, residenten en personeel. Maar wanneer men
men natuurlijk altijd zichzelf opsluit in een ivoren toren en geen actie onderneemt op het terrein, ja, dan zal het altijd onmogelijk blijken. Tegelijk, uw partij vroeg vanochtend in een persbericht woensdagochtend om een noodplan. De minister heeft het nu gehad over een noodplan met 10 actiepunten. Ligt voor op elektronische ministerraad of de laatste vrijdag op de ministerraad. Ja, daar heeft u uw noodplannen. Op zich lijkt het misschien goed dat er een noodplan komt van de minister. Het is wel opvallend, de timing waar hij dat noodplan aankondigt tijdens het debat nu in plenaire deze namiddag. Ik denk dat dat ook een beetje ter zijner verdediging is, omdat hij zwaar onder druk komt te staan van allerlei organisaties, van de sector, van de politiek, van de Hanse Vlaamse bevolking. Maar als we het noodplan van Wouter Beke wat dichter bekijken, in feite staat daar niks nieuws in. Dat zijn allemaal maatregelen die eigenlijk al een tijd lang moesten uitgerold zijn. Hij spreekt over mondmaskers, hij spreekt over testkits, hij spreekt over schorten, hij spreekt over extra personeel, hij spreekt over de medische reserve en dergelijke. Allemaal zaken die al wekenlang moesten uitgerold zijn. En nu komt hij met zogezegd een noodplan rijkelijk te laat, zou ik zeggen. Ja, want ik zag er in de plenaire zaal wel een aantal wat vreemd opkijken. We zitten in de vierde week, dacht ik, van de lockdown. Rusthuizen, rustoorden zijn al langer gesloten voor bezoekers. Het epicentrum van dat coronavirus, dat is in die woonzorgcentra. Daar worden de grootste verliezen geleden. En nu komt er een noodplan. Ja, rijkelijk te laat, zoals ik zeg. Het is eigenaardig dat mevrouw Kloet van Zorgnet Ikero, bij uitstek iemand die toch weet hoe het aan toe gaat in de sector, zegt vandaag nog of gisteren in de media dat er geen enkel overleg is met de minister, of althans geen dagelijks overleg is. Dan val ik bijna van mijn stoel om te horen dat minister Beke niet overlegt met de belangrijkste groeperingen in de sector. Hij heeft dat nu aangekondigd, dat dat zou gebeuren, maar dat moest natuurlijk al zeker een maand geleden gebeurd zijn. Een overleg zal niet alles oplossen natuurlijk. Hè. Ik zeg, actie op het terrein moet er gebeuren. Zoveel mogelijk testen in die woonzorgcentra. Men moet alles focussen op die woonzorgcentra. Dat moet onze prioriteit zijn. Ja. Twee heel korte vraagjes, want onze tijd zit er helaas op. Wouter Beke scheen nogal gepikeerd omdat iemand hem een boekhouder had genoemd in uw commissie. Ja, ik dacht dat ik het vandaag ook wel gezegd had. Maar het is inderdaad zo dat Wouter Beke in zijn antwoorden soms nogal saai overkomt, zou ik zeggen. En inderdaad een beetje het typevoorbeeld is van een saaie boekhouder. De ministerboekhouder. Ja, de ministerboekhouder. Het is ook typisch Wouter Beke die, wanneer hem vragen worden gesteld, niet alleen in de commissie, maar ook door journalisten en dergelijke, eerst een uurtje rondfietst en dan eigenlijk tot zijn punt komt. Dat typeert ook wel de bureau-mentaliteit van minister Beke. Wij willen iemand krachten. Dat was kritiek die hard binnenkwam bij mij. Hij heeft tot 4 maal toe hiernaar verwezen in de plenaire. Ja, en dan bevestigt hij eigenlijk zelf dat hij dat imago heeft. Dus, Nog een laatste vraagje. U bent commissievoorzitter in die commissie Welzijn. Ja. Daar zijn u alle ogen op gericht. Wanneer komt die de volgende keer samen, volgende digitaal week, dan? Het is mijn bedoeling, dus nu was de eerste commissie sinds de coronacrisis. Het is mijn bedoeling, al was het maar naar de perceptie toe, maar komen, omdat de sector zodanig belangrijk is, zeker die woonzorgcentra, maar ook nog andere instellingen, de coronamaatregelen die genomen zijn, wij komen volgende week opnieuw bijeen en dan opnieuw telkens iedere week. Ja, dat volgen we verder op. Zeer bedankt voor dit gesprek, meneer Sint-Tobin. Dank u wel.